Herema Fabrication Group is gespecialiseerd in het ontwerp en fabrikage van grote en complexe structuren voor de offshore olie- en gasindustrie en energiegerelateerde industrieën. Iedereen weet dat wat wij doen daar dat de risico's dat die eraan verbonden zitten. En maar toch hebben we nog incidenten. Hè, toch raken mensen nog gewond door hun werk. En dat heeft alles te maken met gedrag. En daarom wilden wij een campagne gericht op het gedrag van de mensen. Er zijn al tech-veiligheidscampagnes gemaakt. En je ziet steeds dezelfde aanpak. Of laten ze gruwelijke, bloederige taferelen zien. Of ze gebruiken humor. Het belangrijkste wat ik wilde is dat ik het een keer anders wilde. Anders dan de standaard campagnes. Dus wat wij dachten is, wij moeten iets brengen wat in het verlengde ligt van de omgeving waar Herema in werkt, hun branche. En dat is het offshore. In een van die sessies werd er een piraat geroepen. Iedereen, ook ik, heeft een innerlijke piraat. En die komt op de meest ongelukkige momenten komt hij tevoorschijn. Nou, de piraat is eigenlijk alles wat je wil dat de HFG-werker niet is. Hij is roekeloos, hij zoekt het avontuur op, hij houdt geen rekening met andere mensen, zijn collega's. En hij laat de littekens zien van zijn roekeloosheid. Dat schurende, dat kun je heel goed gebruiken in zo'n thema. En in, als we toch al van film uitgaan, helemaal, je kunt dat heel goed dramatiseren. In de vele brainstorm sessies die we hebben gehad met z'n allen hier, kwamen we op een gegeven moment tot het idee om een split personality te maken. Iemand die eigenlijk deels piraat is en deels een medewerker van Herema. Een mooie stap om in deze tak van sport, in de zwaarconstructieindustrie, mensen aan te spreken op hun gedrag. We hebben er intern veel over gediscussieerd. Maar ik ben uiteindelijk blij dat we het wel hebben doorgezet en dat iedereen uiteindelijk mee is gegaan. Dus we hebben heel erg goed nagedacht om een piraat neer te zetten die afschuwwekkend is, maar ook een beetje zielig. Besloten werd om het hele verhaal in 5 thema's te vatten. Dus thema's die met veilig werken te maken hebben. Het is een klassieke Herema-medewerker die in de film een situatie beleeft die bijna misgaat. Waarbij de piraat als duiveltje eigenlijk verschijnt in beeld. Het idee was vervolgens dat je de piraat eerst introduceert als zijnde: hé, je hebt een piraat, ben jij ook een piraat? En mensen daar direct op aanspreekt. En dan zie je ook dat ze de keuze hebben van: ik ben wel een piraat of ik juist niet. De opnames waren 4 dagen blauwbek in de kou. Dat was hartstikke leuk. Een hele leuke klus. Camera loopt. Actie. Prachtig om te zien ook hoe die piraat transformeert van de HFG-werker, dezelfde acteur die ook die piraat speelt, naar als er een griem, een paard, een houten poot bij komt, hoe die compleet transformeert en ook in een hele andere rol schiet op dat moment. Het spannendste moment waar alles bij elkaar moest komen was de grote draai. De piraat stond in het midden van de hal. Hij was aan één kant aangekleed als piraat en aan de andere kant als de Herema-werker. En het moest geloofwaardig blijven. Je moest in één keer zien van, ja, daar zit het in. Je kunt de keus maken, de piraat of gewoon je werk op een goede manier doen. Yes! Een van de belangrijkste momenten in de film is misschien wel het allereerste shot. Want dan zet je meteen de toon neer, het publiek weet dan meteen wat ze moeten verwachten. En ons eerste shot was het shot dat de piraat aan wal komt. En dan komt die haak de kade op en dan weet je al meteen dat het om een piraat gaat. En een seconde later komt hij dan eindelijk met zijn verschrikkelijke gezicht komt hij boven de rand uit. En dan heb je meteen een gevoel, dat is de sfeer die we in de film neerzetten.
Buiten de video's om hebben we nog posters gemaakt, flyers. De website hebben we gelanceerd. En niet alleen drukwerk in een folder of in een poster, maar ook levensgrote cut-outs. Dus er was op een gegeven moment een website live en toen werd die vertoond op de Yard zelf, wereldwijd. Mensen hadden de mogelijkheid om zelf als piraat of niet als piraat op de foto te gaan. Waarin je interactie en actie hebt met de medewerkers. Je zag dat het echt ging leven, dat het ook gedeeld werd. Daar hebben we ontzettend leuke inzendingen in gehad, hele originele inzendingen. En zelfs bij Hirma zelf zijn ze daarop doorgegaan op dat thema. Ze hebben petten die ze ronddelen aan mensen. De piraat is op de open dag verschenen en heeft daar iedereen vermaakt. Waardoor je ook zag, iedereen kende hem, ze wisten waar het over ging. Hij is goed ontvangen, de mensen worden door geprikkeld, mensen die zien dat het anders is. De kwaliteit van de filmpjes, van de posters en van het hele concept is gewoon heel goed. Mensen die raken er niet gewoon aan gewend, hè, door de mobiliteit en door iedere keer het andere beeld en door de hoofdstukkenstructuur die we hebben gekozen. In de gesprekken die we hebben over veiligheid, komt die piraat toch elke keer weer terug. Hè, dat die referentie van de slechte ik van een persoon, die niet altijd op de juiste momenten tevoorschijn komt bij iedereen. Ja, dat helpt wel heel veel, dus het geeft een goede referentie om over veiligheid te praten. In plaats van puur te wijzen, je hebt het niet goed gedaan. Ja, en het is absoluut een campagne die geen beperkte houdbaarheid heeft. Je kan hem vaker terug laten komen en we kunnen er wel vaker mee gaan. Dus echt wel een duurzaam iets.